Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Lietson wil de bal ineens spelen, dat levert balverlies op. In de omschakeling Heracles weg met de snelheid van Hansson. Willems komt ook. Hansson, ingreep Gooyer, geen overtreding, bal gespeeld. Berghuis is hem kwijt aan de Keersmaker. De Keersmaker die een goede voorzet in zijn benen heeft en hier ook bijna Hoornkamp in stelling brengt. Forbes, snel genoeg om deze bal te halen. Duel met Wiekhoff. Forbes, Taylor. Hoornkamp is weg. Ato zit helemaal mis. Hoornkamp en het is 1-0 voor Heracles in de 12e minuut is het raak. Opgeleid in Amsterdam. Jis Hoornkamp, vorige week trefzeker in de wedstrijd tegen Volendam. Zo gigantisch veel ruimte achter de laatste linie bij Ajax. Hoornkamp profiteert er optimaal van. En Ajax moet in de achtervolging in Almelo. Tahirovic. Robbie. Ideale situatie voor Brian Brobbey, schitterend gedaan. Ja, als de verdediger van Heracles niets doet, maakt Brobbey gelijk. En dus heeft Ajax een heel snel antwoord op de 1-0 achterstand. Een echte Brobbey goal. Hier is Heracles alweer met Bruin en de redding van Ramai. Zo is dit een hele vermakelijke wedstrijd in de eerste 20 minuten. Korte corner. En een vrije schietkans. Hoe is dat toch mogelijk in het strafschopgebied van Ajax? Appel voor Hens, maar het gevaar is nog niet geweken. En uiteindelijk komt Hoogma er niet doorheen. Het schot van Bruin. Maar de bal... misschien wel op de bovenarm bij Taylor, maar zeker geen strafbaar hens. Arm langs het lichaam. De Keersmaker en Ramai. Marta. Diepgang is er meteen bij Kenneth Taylor. Dat is een goede bal van Marta Taylor. Brobbey bij de tweede paal. Het wordt een schot op doel van Kenneth Taylor. Taylor vindt de ruimte hier bij Berghuis. Robbie uiteraard voor het doel. Daar is ook Lienzon. Berghuis doet het met rechts. En als hij zo uitkomt, wordt het geen voorzet, maar een schot op doel van Steven Berghuis. Dit mag door. Geen overtreding van Tahirovic. En ook meteen een prima paas op Lienzon. Robbie in positie. Robbie met de kans. En Robbie niet met de goal, want hij krijgt hem uit een lastige hoek. Uiteindelijk niet tussen de palen. Goed snel omgeschakeld door Ajax. En geen makkelijke kans voor Brian Brobbey. Taylor. Brobbey probeert aanspeelbaar te zijn. Taylor krijgt de bal ook bij Brobbey. Berghuis. Goed gewacht door Berghuis. Gooyer. Taylor. Prima gecombineerd. De ruimte in het strafschopgebied van Heracles blijft beperkt. Geen wedstrijd op kunstgras dus voor Jordan Henderson. 81-voudig international voor Engeland. Hoornkamp legt klaar voor Bruns. Dat is een lekker begin zeg voor Heracles in de tweede helft. En dan met name voor invaller Thomas Bruns. Dat zal Van het Schip wellicht nog op de monitor binnen hebben gezien. Tahirovic verdeelt het spel en is zuiver aan de bal vanavond. Tahirovic speelt een goede wedstrijd.
Berghuis met de voorzet. Daar was bijna Brobbey. Mooi voorgegeven met buitenkant schoen. Hier Berghuis en raak 1-2. Hele belangrijke goal van Steven Berghuis. En na een fase in de wedstrijd waarin Ajax domineert, komt het ook op voorsprong. Hij viert het met Geronimo Rulli, de reservedoelman. En binnen 10 minuten in de tweede helft komt Ajax voor het eerst op voorsprong. Brobbey probeert los te komen. Oh, wat een enorme misser daar en een geweldige goal, zeg, van Brian Brobbey. Wat een misser van Šestić. Brobbey maakt er 1-3 van. De gelijkmaker was fraai van Brobbey in de eerste helft. Deze misschien nog wel mooier. Engels. En oh, die zit erin. Het is 2-3. Het is weer spannend. Wat voor tweede helft gaan we hier zien in Almelo. Ramai baalt als een stekker. En de comfortabele voorsprong is niet meer zo comfortabel voor Ajax. Gooier neemt veel te veel risico. En wat kan Heracles ermee? Hier is Engels weer. Mario Engels recht op Ramai af. De vrije trap van Berghuis. Forbes. Hey, dat is een overtreding toch? Ik had het idee dat Bruns de bal niet speelde, maar de scheidsrechter staat op een meter. En vindt het niet, Richler. Video scheidsrechter heeft nog wel even gekeken, maar het is dus niet als overtreding beoordeeld. En zomaar weer een kans na een hele goede voorzet. Hoornkamp. Ramai. Berghuis doet dit weer goed. Linsson krijgt de kans. Linsson en de redding van Brouwer. Linsson, goed aangenomen zeg. En prachtig in de verre hoek geplaatst. Het is 2-4. Ajax heeft weer een marge van 2 te pakken. Via Christian Linsson. Blijft het voor de 11e keer op een rij ongeslagen. Brobbey is boos. Moet oppassen dat hij hier niet tegen een kaak aanloopt. Na het geruzie met Šestić. Šestić die natuurlijk op de bon gaat. Voor het vasthouden van Brobbey. Forbes komt nog bij die bal. En de redding van Brouwer. Ajax wint de lastige uitwedstrijd in Almelo, daar waar Ajax de laatste seizoenen vaak ten onder ging. En Ajax komt door deze overwinning op gelijke hoogte met AZ.